Ja, deze morgen hadden we wat pech met het vliegtuig. We hadden een aantal uur vertraging door de enorme sneeuwval. En dan zijn we uiteindelijk toch kunnen vertrekken. En een goed 2 uur later zijn we hier geland. En ja, dan komt hij uit het vliegtuig en is het 15 graden en stralende zon. Dan is dat natuurlijk, ja, dan ben je blij dat je hier bent en heb je direct zin om het veld op te gaan en te trainen natuurlijk. Ja, we zijn hier toegekomen, we hebben iets gegeten, we hebben nog even gerust en dan zijn we om 4:30 naar het trainingscomplex geweest en hebben we daar een veldtraining gedaan. Goed, ja, het was een rustige training omdat we waren al vroeg wakker, de meeste toch van rond 3:30 deze nacht, dus dat kruipt wel wat in de kleren en vandaag was een rustige training en dan kunnen we morgen de stage eigenlijk echt beginnen. Morgen vroeg gaan we eerst gaan lopen voor het ontbijt en dan gaan we om 10:30 denk ik wordt er getraind. En dan wordt er in de namiddag nog een krachttraining gedaan.